Hoi, ik ben Elin. Hoi, ik ben Emma. Wij zijn de nieuwe Vroegmonsters. Dit is een sieradendoosje van Jill. Er zit een doosje in met alle parels erbij. En dan kan je dat, die parels... En ook een spiegeltje. En een spiegeltje. Wow, ook zit een hele mooie... Wow, die is echt mooi. Is. En ook iets heel zachts. Ja. Een doosje in parels. Oh, en kijk. Een doosje. Echt. Oh, dat is echt lekker. Ja. Wow, kijk deze dan. Ja, maar die grootste is heel mooi. Wat zei ik? We moeten eerst alle witte parels zo aan de zijkanten plakken. Deze witte dingen. En dit is ons pakje tot nu toe. Ja, want we hebben nu alleen dat hoesje nog gedaan. En nu moeten we dit grote ding hier zo in het midden. Ja. Dit is echt mooi. Ja, dat glanzende ding. Ja. Daar ging een parel op. Wat je mijn doosje? Dit kan gewoon heel even gaan duren. Ja. A few moments later. Spiegeltje en dan ga je een live vanaf trekken. Dus wat gaan we doen? Oké. Oké. Maar wacht, dit moet je dan ook eraf trekken. Oh, ja. En dat kan je dan. Maar wacht, we moeten eerst in de plak. Dit is een plakrandje. Wacht. Plak. Je zegt hetzelfde als een plakrandje en dan zeg je... Kijk, hier heb ik gewoon een spiegel. Ja. En dan zit hier een spiegel. Dit is de voorkant. De achterkant is gewoon los. En dit is het... spiegeltje. En dit is de binnenkant. Met een heel zacht stofje wat het ook is. Ik vond het eigenlijk wel makkelijk, maar het duurde wel best lang met die parels. Ja. En ik vind het ook heel leuk eruit zien. En ja, ik vind het gewoon heel leuk. Ja. Ook heel handig. Ja. Want voor als je je sieraden heel vaak verloort, kan je ze in dit bakje. Ja. Nou, ik vond het ook wel makkelijk, maar het duurde wel heel lang voordat je al die parels op had. Vond je de video leuk? Like deze video en wil je meer video's zien? Klik dan daar of daar.